Je hebt veel meer invloed op een ander dan je denkt. En het beste instrument ervoor, dat ben je zelf. In mijn boek lees je hoe dat werkt. Ik heb het boek gebaseerd op een collegereeks. Bij het volgen van die collegereeks ging het over onderwerpen als conflictbeheersing. Hoe overtuig je anderen? Daar zitten wetmatigheden achter. En ja, dat vond ik fascinerend om te zien dat het zo is. Dat het zo werkt. En dat je daar zelf beter door kunt worden. Merk je zelf verschil in hoe jij nu met anderen communiceert? Doe je dat anders? Ik vind het makkelijker om te accepteren dat mensen anders zijn dan ik. En dat ze onderling ook van elkaar verschillen. En het is eigenlijk, als je weet hoe dat zit, dan wordt het ook leuker om dat te observeren. Dus nou, misschien is het wel zo dat ik eigenlijk met meer plezier met andere mensen omga. Ik denk dat het makkelijker wordt om mensen meer te zien zoals ze zijn. En dat als uitgangspunt te nemen voor hoe je met ze omgaat. Dat maakt het voor jezelf en voor de ander makkelijker. Als lezer heb je aan dit boek dat je meer zelfvertrouwen krijgt in de manier waarop je met medewerkers omgaat. En het zorgt ervoor dat de mensen met wie jij werkt met meer plezier aan het werk zijn. Dat ze minder stress hebben. En dat je samen tot betere resultaten komt. En dat komt omdat je samen bespreekt welke resultaten je wilt bereiken. En dat doe je in een open en een onderhoudende sfeer. Dat is wat het boek jou brengt.